stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga hier niet een volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mensen, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ze zegt, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè. Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemieterom met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet zei... Bluh, bluh, mag ik die partyprikkers nou hebben of niet? Ik zeg, alsjeblieft, alsjeblieft. Meneertje, koekenpeertje. Ja, dag. Dankjewel. Dus, alles bij elkaar. Alsjeblieft, meneertje, koekenpeertje, dankjewel. Heel goed, hier. En opgesodemieterd idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan. Volwassen.